is Mip. Mip is een klein robotje die je zo kan gebruiken of met een tablet. In de tas zit een oplader met 4 AAA batterijen. En in de doos zit een telefoon, opladen van de telefoon en Mip zelf. Daarnaast, niet onbelangrijk, zit er ook een handleiding in. En vooral deze handleiding is erg handig voor als je Mip zo wil gebruiken. Mip heeft een standaardje, maar wil je hem gebruiken, dan haal je die eraf. En om hem aan te zetten, doe je op on. Nou, zo zie je dat Mip aanstaat. Met een blauw lichtje. En wanneer je aan zijn wieltje draait, terwijl je hem in je handen hebt, dan gaat hij naar andere programma's. En dan kun je per programma zien of die roze, wit, blauw, oranje, geel of rood is. En per programmaatje gaat hij wat anders doen. Ik zet hem nu eventjes uit. Want je kan Mip ook gebruiken met de telefoon. Eigenlijk staat hier alleen maar de app van Mip op, als je daarop klikt. En je zet Mip vervolgens aan. Dan zie je Mip meteen verschijnen in het scherm. Als je daarop klikt, dan is die verbonden. Doe op een vinkje en dan zul je zien dat Mip groen wordt. Ja. Je kunt Mip vervolgens besturen met je vingers. Nou, Mip, dus even een beetje rustig aan. Wil je alsnog iets anders doen, dan kun je hier op het Mip-logootje klikken. En dan kun je dansen, of battelen, of boksen. Of, dit vind ik zelf een leuke over het algemeen. Ik kan een... Mip is wat luidruchtig. Sorry, Mip. Je kan hier een route tekenen en vervolgens gaat Mip deze volgen. Doe dit niet op tafel, hou Mip altijd op de grond. Want Mip die kan een klein beetje kijken, maar die kan geen diepte zien. En ook vlak boven zijn hoofd kan hij niet meer kijken. Dus als hij onder een bank komt, dan kan hij zo achterover kukelen. Je gaat zo weer terug naar het home menu. Veel plezier met Mip.